En dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van een bestaande verzekeraar, die, en dat is niet alleen verzekeraar, dat is gewoon een bestaande organisatie, die vertrekt vanuit hoe zijn wij nu georganiseerd en hoe ziet de keten eruit. En dat is mijn vertrekpunt voor de bewegingsruimte die ik mezelf gun. En dat is natuurlijk logisch ook, hè? Als je al een bepaalde vorm hebt, dan ga je op basis daarvan verder ontwikkelen. Ja. En de uitdaging is in mijn ogen, en dat is ook hetgene wat ik onder andere in mijn bijdrage in het programma toevoeg, is van probeer nou eens na te denken van hoe kunnen we, en we noemen dat dan vanuit de theorie, een ambidextere organisatie ontwikkelen, een tweehandige organisatie, die aan de ene kant zeg maar dagdagelijks efficiëntie verbeteringen doorvoert, maar de andere kant ook nadenkt van ja, maar wacht even, wat is nou de opgave waar wij nu voor staan en hoe kunnen we daar invulling aan gaan geven? En dat kunnen we samen met een start-up doen, maar we kunnen daar zelf wellicht ook een rol in gaan spelen. En juist dat tweede stuk, dat is vaak de grote uitdaging. Ja. Want hoe dan? En wat dan? En hoe ziet dat eruit? En je gaf het net ook al aan, hoe ziet die cultuur? Hoe moeten we die cultuur dan ontwikkelen die nodig is voor dat ondernemerschap en dat vrije denken? Ja. En dat zijn denk ik wel flinke uitdagingen. Ja. En als jij kijkt naar jouw ervaringen bij bestaande organisaties, wat zijn dan key tips die je ze eigenlijk meegeeft? Want die legacy, of het nou IT is of cultuur, of je hebt iets bestaand. Ja. Maar hoe krijg je mensen dan toch even uit die... Ik denk dat het al heel belangrijk is dat je gaat nadenken over wat zien wij nou als echte vernieuwing en wat zien wij als dagdagelijkse incrementele verbetering. Dus eigenlijk al dat onderscheid maken ten aanzien van de projecten die wij met elkaar ontwikkelen. Dat is de eerste. En het tweede is ook met elkaar kaders vaststellen van maar hoeveel willen wij nou doen in die echte vernieuwing en wat willen we nou doen in die bestaande organisatieverbetering. En hoe zorgen we dat als de waan van de dag er komt, dat ook zeg maar die echte vernieuwing niet meteen als eerste van het bordje wordt afgeschoven. Dat is de grote uitdaging in mijn ogen. Dus hoe gaan we dat organiseren? Wie gaat dat dan vervolgens doen? Hè? Dus wat is het mandaat van de mensen die zich met deze echte vernieuwing gaan bezighouden? Wanneer doen ze het goed? Hè? En welke competenties hebben zij nodig? Maar ook, hoe valt dat in de structuur? Dus door wie worden ze aangestuurd? Weet je, dat zijn allemaal vraagstukken, organisatorische vraagstukken die heel relevant zijn. En die eigenlijk veel minder complex zijn vanuit een start-up organisatie, want dat is het enige wat op je bordje ligt. Precies.